Stau gevallen, mijn vrienden. Nee, dat is niet goed voor mij, ja. Ik zei, als jij je pet verbrandt, mag je mijn iPhone hebben. Wink, wink. Nee, 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 nee. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag moet ik heel veel in de auto zitten. Ik ga namelijk eerst een pakketje ophalen, helemaal in Brabant. En dan vanuit Brabant moet ik helemaal naar Rotterdam. En dan ga ik lekker chillen met Gio. Ik hoop dat ik geen file heb vandaag, anders ben ik zwaar de lul. En dan moet ik tot en met in het donker in de file staan. Daar heb ik natuurlijk geen zin in. Kijk even lekker naar mijn moeder en Bobo, die zijn lekker aan het knuffelen. Ik knuffel nooit meer met mijn moeder, dus doet Bobo het. Ja. Ik moet je zeggen, joh, je kan vanochtend nog bij mijn bed kruipen met je duim in je mond. Ja, dat zou je willen. Dat zou je willen. Oh, wat zou ik daar een heimwee naar hebben, ja. Ik duimde als kind en toen ik dat niet meer deed, toen ik 14 was of zo, ben ik daarmee gekapt. Toen vond mijn moeder... 14? Ja, zoiets, zo oud als ik toch? Je was gewoon 16 man. Nee hoor. Nou ja, in ieder geval toen ik stopte met duimen, toen vond mijn moeder dat heel jammer. Doe normaal. Toen je 14 was, dacht ik, dat is goed dat je gestopt bent. Ja, maar je zegt altijd dat je het heel jammer vindt. Nee, maar toen je klein was, was het schattig. Dus je noemt mij nu kinderachtig? Iedereen is gelijk, mam. Kijk eens even, 96 kilometer. Het is een uur rijden. Ik ga dus een pakketje ophalen en in dat pakketje zit mijn merchandise. Te koop op dondejong.nl. Heel handig voor de feestdagen. De Sint komt eraan, kerst komt eraan. Super handig om te kopen natuurlijk. Nee, maar even serieus. Mijn merchandise wordt gemaakt in een kledingfabriek in Brabant. Daar ga ik nu heen rijden en dan neem ik een paar hoodies mee. En die hoodies, dat zijn bestellingen van mijn website die ik persoonlijk ga bezorgen. Dat had ik beloofd. Ik had een actie gedaan. Als je wat zou bestellen op mijn webshop, maakten 5 mensen kans op een persoonlijke bestelling. Dus mocht je nu nog steeds je bestelling niet binnen hebben en je hebt het vorige week besteld, is de kans super groot dat ik het kom langsbrengen. Deze bestellingen kom ik nu ophalen en ga ik binnen afzienbare tijd leveren. Dus vandaar dat ik naar Brabant ga. Het is trouwens ook chill dat ik daarna ga chillen met Gio. Die heb ik alweer een tijdje niet gesproken. Ik ben benieuwd hoe het met hem is, hoe het in Rotterdam is. Gewoon goede chillings. Je weet toch? I got a little bit trash next night. I got a little bit wasted. Yeah, yeah. I got the magic in me. Mijn vrienden, daar is staalgevaar, ja. Staalgevaar, mijn vrienden. Nee, dat is niet goed voor mij, ja. Nederland groeit dicht, dames en heren. Je kan geen auto meer rijden over een jaar, hoor. De wegen zijn zo mokertjes vol, ouwe. Today, I'm not fucking dead, bro. I'm feeling good, bro. Nou, ik ben in Brabant aangekomen en moet je kijken wat er op mijn stoel ligt. Dat ziet er nog eens goed uit. Het zijn dus geen 5 bestellingen geworden, maar 4 bestellingen. In elke doos zit een bestelling, een shirt of een hoodie. Dus nu moet ik even gaan kijken wanneer ik die ga rondbrengen. En voor nu ga ik naar Gio. Oh, wat blijft zo'n Audi A7 met die doorlopende lijn toch ook zo'n lekkere wagen, jongen. Zo'n lekker anusje. Roffa Nival! Kijk op de navigatie, dat is vet, dat doet hij af en toe. Dan wordt de navigatie 3D, zie je dat? Kijk hoe lijp, je ziet alle flatgebouwen, je ziet de Erasmusbrug hier. Dus echt lijp dat Audi dit gedaan heeft. Oh, ik heb het gered! Wat een kutverkeer in Rotterdam, zeg. Holy shit, wat druk. En kijk, een Range Rover. Gio rijdt natuurlijk in een Range Rover, dus ik dacht eerst, hey, is dit zijn auto? Maar vanuit mijn auto kon ik niet zien dat de kleur net wat anders was. En kijk naar het interieur, dat lijkt niet eens op die van Gio. Ik heb Gio al een tijdje niet gesproken en ik ben benieuwd hoe zijn leven ervoor staat. Dus ik ga het even vragen aan die jongen. Hoi Gio. Hi. Alles goed met jou, meid? Ja. 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 Hoe is het liefdesleven? Ja, dat... Oké. Okay. Hey gast, laatste keer dat ik hier was, toen was er heel veel anders. Ja? Toen had je nog niet een deur daar in de gang. Toen had ik nog wel een vriendin. Ja jongens, Gio is single. Iedereen wil dat we daar iets aan gaan doen. Sta je open voor een relatie met 3 personen? Ja, op zich wel. Dat is een grapje. Ja. Ik had dus net het voorstel van Don. Ik zei, als jij je pet verbrandt, mag je mijn iPhone hebben. En hij zei gewoon... Nee, omdat ik lekker zit hier. Waarom? Gast, een iPhone of een pet? Ja, nou een iPad dan maar. Ja, oké. Okay. Ja, ik zou het wel weten, man. Ja, je pet houden. Maar je bent toch niet serieus? Ik ben echt serieus.
Nee. Maar moet je ook shirts verbranden? Ook mijn shirt. Moet je zonder shirt naar huis? Ja, zoals moet ik ook nog mijn balhaar aan de weg fikken. Heb je dat dan? Wil je dat weten? Ja. Wil je het zien? Is het single leven zo zwaar? Ja. Misschien een van je matties die willen participeren. Ja? Met wat? Dit is perfect. Jullie hebben allebei een petje op. Of nou ja, een muts. Als jullie die in de fik steken, dan kan je een iPhone winnen. En dan op die iPhone kan je alle leuke gesprekken teruglezen met zijn exen. Oké, blijf alles erop. Nee, ik ga nu alles even resetten. Alles, nee, alles inclusief nudes. Wat doe ik het nu? Inclusief nudes. Nee, want ik kan echt niet, man. Ik heb er wel goede foto's op staan, of wat? Maar hoezo mag ik wel een telefoon winnen en zij niet? Omdat ik meer volgers heb. Ja, maar... Oh. Het draait bij hem altijd om status, hè? Wat is het toch een eikel? Maar geef je betere vrienden geen kans. Willen jullie iPhone? Willen jullie iPhone? Nou? Ja. Wil je pet verbranden voor een iPhone? Nee, man. Wow, bij dit eten krijg je gewoon een schatkaart erbij. Treasure map. Dit is het raam waar al Gio's en Matties Jonko's uit het raam poffen. Dit staat letterlijk nooit bij mij thuis. En altijd als er matties geweest zijn, peuken en shit. Ja. Wacht, je krijgt van mij een iPhone als je hem opdrinkt. Ja. Fuck you. Je zal het maar hebben, dames en heren. Een appartement met dit uitzicht is niet verkeerd. Dat is echt niet verkeerd. Neem even een kijkje. Zo fucking bruut. Normaal is Gio zijn ex aan het vlammen, maar nu zijn deo. Dat is ook gewoon vrouwen deo, hè? Bij Gio thuiskomen, be like. Hey, kijk, een gloednieuwe iPhone van 1700 euro met 512 gigabyte. Niet de normale controller, maar een gouden controller. Versace, een hele deluxe Apple-muis. Dat heb je net allemaal neergelegd. Oh, wacht. Oh, shit. Wacht. Vergeet ik het allerbelangrijkste eigenlijk. Er staat gewoon even doodnormaal een PlayStation met 500 gigabyte te wachten. Ik heb dorst, gast. Zullen we naar de Mac? Ja, lekker. Ik ga alleen wat drinken halen. Een milkshake. Dus het telt wel op de Mac-counter, maar het telt niet echt als McDonald's eten. Want ja, een milkshake die kan je niet eten, tenzij je hem invriest. We gaan naar de Mac. Ik zet het op de Mac-counter, maar eigenlijk telt het niet echt mee, want het is alleen een milkshake. Da! Ach, god. Ik dacht dat je daar stond. Hey Gio, is dat lekker in de regen? Wat een plaatje, dames en heren. De Erasmusbrug en de RSS. Nou, kijk eens aan, mignon. Dat is zo gepiep, mignon. Lekker. Hij moest wel weer vreten, hoor. Ik heb honger, man. Klein milkshake voor Gio. Net als zijn piemeltje. Grapje, gast. Ik heb hem net nog gezien. Hij is immens groot. Ja, weet ik, hè. Ja, echt, hè? Was er net in je auto. Ja, in de uitlaat. Ja. Is hij lekker, je hamburger? Ja, man. Ja? Gio heeft geen augurk op zijn hamburger, omdat het vandaag al zuur genoeg is. Waarom is het zuur vandaag, Gio? Ja. Privé dingen. Is wel lekker hamburger? Ja, dat wel. Nou, Mackie met Gio was helemaal geweldig. We hebben het super gezellig gehad. Ik heb gewoon alles geskipt en ik ben in één keer naar huis gegaan. En met alles skippen bedoel ik filmen. Want we zaten lekker te praten over leuke dingen, serieuze dingen. En de tijd vloog. En ik ben gewoon lekker naar huis gegaan. Ik heb lekker een podcast aangehad. En nu, ik ben buiten adem van de trap lopen. Nu mag er toch nog een streepje bij op de Mac-counter. Oké. Zo. Zo, maar dit is niet het enige wat bijgewerkt mag worden. Ook de millicounter, ouwe. Hij mag weer 1% omhoog. Oké, let op. 3, 2, 1. Wow! Kijk eens even, jongen. 68%. We komen al dicht in de buurt van 3/4 van de 1 miljoen. Als je nu kijkt naar de statistieken, dan zal je zien dat er in 2019, aan het einde van dit jaar dus, meer dan 300.000 abonnees bij zijn gekomen. What the fuck? Fuck, ouwe. Toen ik begon met dagelijks vloggen had ik nog niet eens 400.000 abonnees. Dus ik heb bijna mijn kanaal verdubbeld gewoon. Mede dankzij jullie, dankjewel. Maar het jaar is nog niet voorbij, dus nog niet te snel juichen. Yeah. In ieder geval, dames en heren, ik ga deze vlog afsluiten. Ik ga jullie morgen zien bij een gloednieuwe vlog om 5 uur. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg, daar ging wel tuf. En ik zeg, ik ben de weg kwijt. Ik weet niet meer waar ik was. Tot de volgende video. Later. Niet lekker in je vel, hè, Dom? Niet meer lekker... I'm good in my vel, you know.
Komt echt een Roy voor grotendeels, moet ik zeggen. Kunnen we niet even Roffa chicks uitnodigen, Matko? Zullen we dat doen? Ja? Je eigen. Lekker boer. Oh! Wow. Ja, nu kan je toch maar wel die iPhone uitpakken. Oh shit. Hey Pussy, je want iPhone? Hey, je want some iPhone, Pussy, you know. Sorry, bro.